Hallo allemaal. Nou, jullie weten dat ik ziek ben geweest. Vandaar geen artikelen. Ik ben nog steeds ziek, maar ik ga toch een filmpje opnemen. Aangezien ik zaterdag ben ik even naar Utrecht geweest. Nou, het was heel even, want ik kon niet tegen het licht. Dus ik heb eigenlijk de hele tijd ben ik binnen geweest. En binnen zijn niet veel winkels. Maar ik ben even naar de H&M geweest, naar de V&D. En dat wil ik even laten zien. Nou, normaal koop ik altijd broeken bij textielwinkels. Sinds een half jaar of zo bij de Rode Winkel. Maar dan zijn ze echt heel erg duur. Maar bij de H&M of zo, dan slaag ik echt nooit. Want ja, de broeken zijn altijd of te klein. En dan moet ik heel grote maten kopen. En dan ziet het er niet leuk meer uit. En ik was zaterdag dus als eerst even naar de H&M gegaan. Want ik had eigenlijk een zwarte broek nodig voor mijn dansshow. En ik ben even naar binnen geweest. En ik kwam er buiten met drie broeken die me allemaal pasten. En gewoon een goede maat waren. Ten eerste heb ik voor €24,95 heb ik een drie kwart broek gekocht. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Deze ja, zit gewoon ja, zoals een drie kwart broek hoort te zitten eigenlijk. Een wit shortje. Voor €14,95. En mijn zwarte broek voor mijn dansshow. Het is eigenlijk gewoon een normale broek om aantrekken. Maar ik vond hem ook wel leuk voor dansen. Het is ook een soort van drie kwart broek. Deze kost ook €24,95. Oh, jullie horen misschien wel aan mijn stem dat ik echt niet lekker ben, maar goed. En toen ben ik naar de V&D geweest. En we hebben daar eerst wat gegeten. En toen gingen we nog even koffer kijken van moeder. En toen liep ik naar beneden. En ik wilde gewoon eventjes langs bij OPI kijken. En ik zeg echt al een half jaar van ik wil en zal ooit een keer een OPI lakje kopen. Nooit gedaan. En nou heb ik toch de eerste gekocht. Want ik wilde eigenlijk toch kopen. Maar ik zat eerst gewoon bij het rek te kijken. En ik dacht, hè, waar is Pirates of the Caribbean? Die hier zou komen. Verkopen ze die hier niet? Nou, oké. Okay, ik pak een ander lakje. Zat ik in een hele lange rij bij de kassa. En toen hadden ze precies naast de kassa, toen ik eigenlijk aan de beurt was, dat lakje staan. Dus heb ik die maar snel afgerekend. De Pirates of the Caribbean heb ik snel afgerekend. En dit is mijn eerste OPI lakje. Dit is Plank's Lot, volgens mij. Ja. En ik ben heel blij mee en ik was echt heel trots. Ik heb hem echt al twee dagen hier staan. Twee dagen. Ja, vanaf gisteren, voor mij nu. Want het is nu zondag. Heb ik hem echt, staat hij daar en zat ik echt te kijken van, ik heb OPI. Ja, dus ik ben er heel blij mee en ik ga hem opdoen en er komt binnenkort een artikel van. Nou, dat is wat ik gekocht heb. Het is niet veel. Ik hoop dat jullie het toch leuk vinden en dat jullie mijn schorre stem vergeven. Dankjewel voor het kijken.